zijn een christelijke basisschool. De kinderen horen 2 à 3 keer in de week een Bijbelverhaal in de ochtendkring. Op de lichtboeien willen we kinderen zo optimaal mogelijk laten groeien. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. We leiden de kinderen eigenlijk op, of we leren de kinderen voor de maatschappij waarin ze later zelfstandig moeten gaan leven. En hier is eigenlijk die maatschappij in het klein. We werken thematisch, willen ook elk thema afsluiten eigenlijk met een uitstapje naar buiten, dus echt buiten de school, zodat we de wereld van de kinderen vergroten. Ja, deze leerkrachten hebben heel veel passie voor het kind. We vinden het heel belangrijk dat elk kind gezien wordt, erkend wordt en ook waardering krijgt voor wat het doet. De kinderen werken met een weektaak waarin ze zelf kunnen kijken van wanneer wordt welke instructie gegeven. We bieden ze de eigen ruimte en dan zie je dat een kind uit groep 5 samen met een kind uit groep 8 een werkstuk gaat maken, waardoor ze ook heel veel van elkaar kunnen leren. De kinderen zijn veel buiten, we hebben een moestuin buiten die ze zelf onderhouden. We hebben kippen buiten die ook in de zomervakantie verzorgd worden door de kinderen. Wij zitten in een stichting die het van belang vindt dat deze school blijft bestaan. Dus ja, als stichting blijven wij in deze school investeren. Waarom heb jij ervoor gekozen om je kind naar deze school te sturen? Ja, 3 punten. Allereerst school met de Bijbel en de kleinschaligheid van de school en het personeel. Als wij kijken naar de ruimte die wij om de school hebben, hebben we zoveel mogelijkheden. Dat maakt onze school wel bijzonder.